Welkom allemaal. We zijn hier bij de inspiratiesessie Circulair Ondernemen van de Rabobank. Mijn naam is Martje Vrijen. Ik ben programmamanager Circulair Ondernemen bij Rabobank. En dit thema staat al jarenlang hoog bij ons op de agenda. We hebben al honderden bedrijven geholpen met een circulair actieplan. En afgelopen jaar de Circulair Ondernemen Desk geopend. Omdat er gewoon steeds meer ondernemers zijn die met ons willen sparren over hoe kan ik mijn businessmodel nou meer circulair maken. We gaan vooral doen. Businesskansen ontdekken voor jullie allemaal. En dat is wat centraal staat vandaag. Hoe concreet is uw idee om circulair te ondernemen? Kijk eens aan. Okay. Ja. Mooi gewogen gemiddelde inmiddels. De klokvorm zien we vaak natuurlijk in dit soort rijtjes. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel weer heel leuk om te zien dat er al best wel wat ideeën zijn. En dit is misschien wel een verschil met de afgelopen jaren. Een aantal jaar geleden zou iedereen nog op A, B zitten. Maar het thema wint aan populariteit in de tijd. Circo is een circulair designprogramma en wij helpen eigenlijk bedrijven om de eerste stap te maken richting circulaire business. En zoals je ziet, er zijn best veel bedrijven die circulair op hun agenda hebben staan. Alleen als je een MKB-bedrijf bent, ja, waar begin je? Het is een nieuw begrip, je moet echt ook andere dingen gaan doen dan dat je nu in de lineaire business doet. En eigenlijk in 3 dagen helpen wij ze, verbieden ze een proces aan waarin je helemaal op je eigen business gaat kijken van wat zijn de kansen voor mij in de circulaire economie en hoe kan ik die gaan invullen. En aan het eind van die 3 dagen heb je een circulaire propositie. Dus dat is een dienst-productcombinatie die je aan jouw klanten kan aanbieden. Waar je ook omzet mee kan genereren. En een roadmap van hoe kan ik dat ook gaan implementeren. Dus hoe kom ik van mijn huidige situatie naar die gewenste propositie toe. Een heel concreet programma dus. Waarom is dit nou zo belangrijk? Ja, dat is tweeledig. Dat moet natuurlijk ook iedereen voor zichzelf bepalen waarom het belangrijk is. Maar in ieder geval de overheid heeft een hele duidelijke doelstelling. En die wordt vanuit Europa nu ook enorm gepusht. En dat is in 2050 moeten we helemaal circulair zijn. Dus dat betekent dat we eigenlijk geen nieuwe grondstoffen aan onze economie mogen toevoegen. Dus daar is in ieder geval een incentive. Je ziet ook dat er steeds meer regelgeving komt om dat af te dwingen. Maar wat ik veel belangrijk vind, het geeft ook een enorme businesskans. Als je eigenlijk nu kijkt in de lineaire economie, richt iedereen zich heel erg op het transactiemoment. En daarna verlies je product en klant uit het oog. En bij circulaire economie ga je eigenlijk proberen je relatie met de klant en met het product te verlengen. Daar zijn ook businessmodellen voor. En ja, daar zit ook echt heel veel ruimte voor moderne bedrijven in de moderne economie zoals wij in Nederland zijn. En als je naar de deelnemers kijkt van Circo, dan hebben ze een hele uiteenlopende motivatie. Dus sommigen zeggen ik wil de planeet redden. Anderen zeggen ja, ik moet nu echt iets aan mijn kritische grondstoffen gaan doen. Het kan ook zijn dat je heel erg op kosten geconcurreerd hebt alle tijd. En dat het heel fijn is om te kijken of je niet naar servicegerichte concepten kan. En dat is ook onderdeel van de circulaire economie. Er zijn enorm veel motivaties. Maakt ons ook niet uit. Als je maar die nieuwsgierigheid hebt en de wens om te kijken van kan ik op een slimme manier innoveren. En kan circulair mij daarbij helpen. Ik zie mijzelf als een oplossing voor circulaire problemen, vraagstukken. En met name op hergebruik van, en dat noem ik dan maar mechanische en elektromechanische componenten. Langzamerhand beginnen mensen te snappen hè, dat we echt aan de gang moeten. En mensen willen het ook. En dat is het leuke. Ik ben afgelopen 10 jaar druk bezig geweest om klanten, potentiële klanten, over te halen om met hergebruik aan de gang te gaan. En dat doe ik door voorbeelden te geven. Door producten voor hun te laten zien van, kijk, dit is een hergebruikt product, dit is Green Man Effect. Kijk eens of het iets is voor je. Ja, het is eigenlijk showcase. Laten zien dat het kan, dan geloven mensen het ook. Want ik wil wel circulair worden, hè. Dat ben ik ook. Ik bedoel, het is een circulaire dienstverlening die we hebben. Maar ik heb die circulaire klanten nodig die mijn dienst zouden kunnen gebruiken. Dus ik ben afhankelijk daarvan. En toen kwam ik met dat onderdeel en legde het op tafel. En toen zei hij van, wat is dat? Ik zeg, ja, dat is Green Man Effect. Hij zei, maar dat is toch nieuw? Ik zeg, ja, dat klopt, het is nieuw. Kan ik het inzetten? Ik zeg, ja, je kunt dit nou gewoon inzetten. Dit is een betrouwbaar met garantie en alles erop aan. Nou, zegt hij, dan gaan we het doen. Maar ik had dus echt dat product nodig om hem te overtuigen. Ja, precies. Met garantie, dat is ook natuurlijk iets wat belangrijk is. Dat we het vertrouwen hebben dat het goed blijft gaan. Hetzelfde als bij nieuw, zeg maar. Dit is alles nieuw. Het is nieuw. Ja, want ik hoor jou ook zeggen, 60-70% van inkoop. Dat is echt een groot verschil met inkoopprijs. Ja. Het is niet altijd zo. Soms is ook de arbeid toch wel duurder, waardoor het toch in ieder geval even duur is. Maar jij krijgt het voor elkaar om daaronder te blijven. Dat kan me heel goed voorstellen dat het heel interessant is. Ja, dat is ook de kunst hè, eigenlijk. Hè. Dus als je een hergebruiktraject inricht, dan moet je echt kijken naar hoe kan ik het zo snel mogelijk en met de juiste tools en met de juiste middelen doen om het in zo kort mogelijke tijd voor elkaar te krijgen. Het geeft echt kansen. Het bespaart, wij besparen voor onze klanten gewoon geld. Een stukje afhankelijkheid is ook anders. Hè. Dus we hebben ook echt lijnstops voorkomen doordat de originele leverancier niet kon leveren en wij nog wel. En dus er zit een legio van voordelen aan hergebruik.
pak iets. Begin met iets. En ook al is het maar een klein voorbeeldje, maar ga aan de gang in godsnaam. Want je gaat merken dat je komt ergens in een wereld terecht die jou gaat enthousiasmeren. Er komen oplossingen. Ik denk dat je, als je een beetje een circulair hart hebt, dat je daar een leuke tijd mee kunt hebben. Het zijn 5 stappen waar we doorheen gaan. De eerste stap is identificeer het waardeverlies van een product. Nou, daar hebben we het al over gehad, maar dat gaan we straks voor een product doen. De tweede stap is dan van welke kans komt daar nou uit naar voren? Dat is altijd best wel moeilijk om te definiëren, maar in ieder geval kijken wat voor een kans zit daarbij. Nou goed, we hebben hier de 5 circulaire business modellen die uit dit boek komen. Dit is het Product That Lasts boek wat aan de TU in Delft is ontwikkeld. En dit is overigens een leuk boek om door te bladeren. Krijgt ook iedereen die aan de Circuit Track meedoet. En daar zitten 5 circulaire business modellen en 6 circulaire design strategieën zitten erin. En die geven heel veel houvast om mee aan het werk te gaan. Waar ik mee begon is dat wij ook willen helpen. Hè? Ondernemers willen helpen met duurzaam te groeien. En dan moet je ook laten zien dat je er bent als Rabobank. Dus we willen dat stimuleren. Dus ze kunnen ook terecht bij onze accountmanagers. Maar ze kunnen ook terecht bij de CE-desk. En daar heb je in het begin al iets over gezegd. Ja, ik zie het ook staan. Ja, afgelopen jaar hebben we meer dan 400 bedrijven al geholpen. En meer dan 100 miljoen aan financieringen verstrekt. Dit jaar zijn we ook al goed op weg. Dus ik denk dat het heel goed past bij de ambitie die we hebben. Vanuit Rabobank ondersteunen wij je graag bij met onze circulair ondernemendesk met kennis, netwerk en financiering. Kijk op de site welke Circutracks in uw regio beschikbaar zijn.